In deze video leert u hoe u een widget aan het hoofdmenu toevoegt, verplaatst, verwijderd en van formaat verandert. Hoe u uw hoofdmenu een naam geeft, hoe u een extra hoofdmenu aanmaakt. Om het beginscherm aan te passen, veegt u over het scherm of drukt u op het pijltje aan de linkerkant van het beginscherm. Blijf het scherm aanraken om het scherm Bewerken weer te geven. Druk op een van de plussen en kies een van de categorieën onderin het scherm. Scrol door de gepresenteerde widgets met behulp van de pijlen of met een veeg over het scherm. Raak een widget aan om deze te selecteren, waarna deze op het scherm wordt weergegeven. U verplaatst de widget door deze aan te raken en naar zijn plaats te slepen. Om de widget naar een ander scherm te verplaatsen, sleept u het naar de zijkant van het scherm. Als er nog geen extra scherm is aangemaakt, zal deze handeling een nieuw scherm aanmaken. Wanneer de widget is geselecteerd, naar een andere locatie is verplaatst of nieuw is aangemaakt, wordt een wisseltoets voor het formaat weergegeven. Druk op de wisseltoets om het formaat van de widget aan te passen. Om de widget te verwijderen sleept u deze naar het verwijderblokje en laat u los. Om het beginscherm een naam te geven, raakt u de schermnaam aan en voert u met het toetsenbord de naam in. Tik op OK om te bevestigen. Raak het pictogram Nieuw scherm aan om een nieuw scherm toe te voegen. U kunt maximaal vier schermen toevoegen. Tik op het pictogram Verwijderen en kiest ter bevestiging ja of nee om het beginscherm te verwijderen. Als alle wijzigingen zijn aangebracht, raakt u het pictogram terug aan om uw beginscherm te bekijken. Zie voor meer informatie over deze en andere functies het instructieboekje van uw auto. Voor hulp of advies neemt u contact op met uw Jaguar Land Rover-dealer, die u graag te woord staat.